Vorige week las ik een geweldig artikel in het Parool. Het ging over de langste Nederlander uit de geschiedenis. Dit is hem, Albert Kramer. Op zijn 7e was hij al 2 meter lang. Uiteindelijk werd hij 2,42 meter met schoenmaat 65. Kramer buitte zijn onwaarschijnlijke lengte goed uit. Want jarenlang trad hij op in binnen- en buitenland tot in Amerika aan toe. Altijd met hoge hoed om nog langer te lijken. En vaak samen met een van de kleinste mannen aller tijden, met de artiestennaam Seppetoni. Het contrast in lengte tussen die twee, dat werkte. Die Seppetoni, artiestennaam voor de Zwitser Joseph Fessler, zou later zijn zwager worden toen Albert trouwde met zijn zus Wilhelmina. En wat blijkt? Er zijn zelfs bewegende beelden van het duo in het Polygoonjournaal. En dan weet je niet wat je ziet. Een opname uit 1925. Albert Kramer, doorgaans in gezelschap van die assistent Seppetoni. Want hij besefte het. Als ik hem meeneem, is dat commercieel gezien een goede zet. Want dan lijk ik pas echt lang. Voor zijn lengte was hij opvallend lenig. Hij ging soepeltjes een taxi in. Nam soms ook gewoon de bus. En waar hij zich op straat vertoonde, zoals hier in Engeland, zorgde hij voor een massale toeloop van nieuwsgierigen. Maar is dit dan de uitzondering die de regel bevestigt? Laat hij zich 1 keer zien zonder zijn trouwe secondant? Wel nee. Ik vroeg me af, bestaat er nu nog steeds zoiets als de langste man van Nederland? Ooit kwam Rob Bruintjes uit Blaricum bij ons in het programma als de toenmalige langste man van het land. Maar we vroegen ons af, is Bruintjes nog steeds de langste? Of loopt er anno 2020 ergens iemand anders rond met die eretitel? Jawel, we vonden hem in Delft. Eindelijk hebben we een echte grote der aarde te pakken. Lichte teleurstelling. Hij woont achter een doodgewone deur. Dag Ivo. Rob. Goeiedag. Hallo. Ja. Kan je door de deur naar buiten of niet? Ik kan door de deur naar buiten, want dat doe ik dagelijks. Dus ja, ja dat lukt op zich wel. Maar ja, het is een van de praktische problemen van het dagelijks leven. Zijn er veel praktische problemen of valt het mee? Eigenlijk alleen maar. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als je gewoon zo lang bent, denk aan de hele wereld. Ik bedoel, treinen, auto's, kleding, echt alles. Ja. Rob Zwaan, langste man van Nederland, moet elke dag een paar keer bukken als hij de kamer in komt. Dit zijn zijn ouders. Ook zij waren niet de allerkleinste. Maar met de jaren werd duidelijk dat hun oudste zoon wel zeer voorspoedig opgroeide. Aanvankelijk was het nog geen reden tot zorg. Want kleine Robbie ontwikkelde zich van een goed uitziende tiener tot een volwassen soort James Dean. Maar ja, hij bleef maar doorgroeien. Net als zijn broer, die ook flink langer is dan 2 meter. Hebben je ouders nog gedacht van, nou, we moeten toch eens even kijken of er geen medische mogelijkheid is om dit groeiproces ergens tot staan te brengen? Ja, hebben ze wel. Wat hebben ze echt geprobeerd? Ze hebben het niet geprobeerd. Ze hebben gewoon wel het onderzoek gedaan van, joh, wat is er mogelijk? En toen waren het hormonen. Dus hormoontherapie, dat was dan eigenlijk gewoon wat de meest praktische oplossing zou zijn. Maar er zaten, op dat moment zaten daar nog best wel een hoop bijwerkingen aan. Bij het eikstation van het Nederlands Meetinstituut werd zijn lengte nauwkeurig vastgesteld. 2,23 meter en 2 millimeter. En daarmee werd Rob Zwaan officieel de langste man van Nederland. Dan denk je, hoe woont hij? Wat heeft hij in huis allemaal moeten aanpassen? Het antwoord is, niks. Ik hoef ook nooit zo na te denken over een auto. Als ik erin pas, dan koop ik hem. En als ik er niet in pas, ja, dan ben ik gauw klaar. Met deze auto was hij vrij snel klaar. Rob Zwaan. 52 jaar. Van beroep grondmechanisch onderzoeker. Zonder schoenen, 2,23 meter met 2,26. Al 18 jaar loop ik eigenlijk zonder ook maar iets te beseffen, loop ik door een te lage deur eigenlijk. Maar ja, zo gewoon is het voor mij eigenlijk. Het gekke is, nu ik met je praat, valt mij de lengte ook enorm mee. Ik hoopte eigenlijk dat ik verpletterd zou worden door het gevoel van, wat heb ik hier voor een enorme fysieke mastodont tegenover? Maar het valt mee. Nou ja, qua massa kom ik een aardig eind in de buurt van die mastodont. Maar het is. Ik denk dat al mijn vrienden, die zijn er ook aan gewend. En ik heb op zich mijn postuur ook mee. Ik denk dat het anders zou zijn als ik een soort van spijker van 2,23 meter zou zijn. Niet voor niets ligt hier natuurlijk het boek, hè?
Want uiteindelijk sta je natuurlijk in het wereldwijd uitgebrachte Guinness recordboek. Ja, inclusief de Mel Gibson look van 1995 uiteraard. Ben jij dit? Dit ben ik, ja. Nee, dat is toch niet normaal? Ja, ja, ja. Het is, ja dat is 25 jaar geleden. En ik denk een kilootje of 40 geleden ook. Dus, ja, Maar je gaat er heel nuchter mee om, maar dit is toch mooi? Het is heel leuk, ja, tuurlijk. Weet je. Ja, als je lang bent, dan maar de langste. Ja, zo simpel is het. Nou, ja. Dat vind ik een mooie uitspraak. Ja. Als je dan toch lang bent, dan maar de langste. Ja, toch? Het mooiste verhaal is dat je in de Melkweg staat in Amsterdam. Hè? Nu exact 25 jaar geleden. Ja. Het is ook even een jubileummomentje. Ja. En dat een Amerikaan naar je toe komt en niet onbegrijpelijk zegt tegen je... kan je basketballen? Ja, nou, dat kon ik dus helemaal niet. Want ik was zo sportief als een bos ui eigenlijk. Het was zelfs logischer geweest als de Amerikaan onze Rob als motocrosser had benaderd. Maar het ging om een contract als basketballer. Op dat moment denk je van ja, het zal allemaal wel. En 2 weken later belde hij op om te melden dat hij ja, toch echt wel serieuze plannen had. Dus ja, nog een week of 3-4 later lagen er dan een keer tickets in de bus. En heb ik try-outs gehad bij de Golden State Warriors en bij de LA Lakers. Rob naar Californië. Ja, Rob naar Californië. Om iets te doen wat hij niet kon. Wat hij niet kon, ja. En gewoon puur op de Maar dat was toch na 1 minuut duidelijk? Ja, want ik stond daar op het veld. Maar ja, in no time hebben ze natuurlijk gewoon door dat je niet kan spelen. 3 weken na Amerika ben ik nog naar Tokio geweest, bij de Tokyo Griffins. Die Amerikaan, dat was een volhouder. Wat is dat met die Amerikaan? Dacht hij geld aan je te verdienen of wat was het? Nou ja, het was een aardig jongen, dat sowieso. Maar ja, uiteraard, er zit geld achter. Ik bedoel, die had zoiets van, joh, als ik dit kan slijten aan zo'n club... en ik ben zijn manager, ja, dan verdien ik er ook aan. Dus ja, daar zat natuurlijk ook een plan achter, ja. Maar het is natuurlijk wel op de rand van de krankzinnigheid. Hè? Iemand die niet kan basketballen naar Californië halen. Vervolgens, omdat het daar niet lukt, iemand die niet kan basketballen... als basketballer naar Japan halen. Ja. Hè? En dat was het dan? Dat was het. Nou ja, goed. Ik heb er een hartstikke leuke periode aan overgehouden. En wie zien we daar op de muur? Daar op de muur? Ja, dat ben ik met mijn vrouw. Dat is een cadeau wat ik gehad heb toen ik 50 werd. Heeft ze laten schilderen. Mijn stiefkinderen staan erop, mijn vrouw staat erop. De 2 katten staan erop. Eigenlijk alles waar ik om geef, dat stond erop, ja. Claudia, jij dacht bij de eerste ontmoeting, het is wel veel Rob, of niet? Het was heel veel Rob. Ik kwam hem op mijn werk tegen en hij hing op de deurpost. Dus het was heel veel Rob, ja. Het was schrikken. Ja, maar wat ik net tegen hem zei, het viel me op. Als je even met hem praat, ben je dat helemaal kwijt. Ja, het went heel snel. Ja. Dat merk ik ook bij vrienden van ons en bij mijn familie. Want dat was natuurlijk ook eventjes schrikken. Maar op laatst zie je het niet meer. Nee. Ja. Wat maakt hem leuk? Wat maakt hem leuk? Hij is een intelligente man, hij is grappig en ik kan gewoon heel goed met hem opschieten. En hoeveel jaar al? 20 jaar. Moet je nagaan. Dus het gaat lekker, ja. We plakken er gewoon nog 20 aan. In de tuin zien we dat hij liefhebber is van een goed glas whisky. Maar meer nog is hij fan van een door hem zelf gebrouwen biertje. Naast zijn gewone baan houdt hij zich met zijn broer Ed en 2 vrienden bezig met het brouwen van speciaal biertjes. Als groot muziekliefhebber staan ze regelmatig op popfestivals en verkopen hun bier. Op festivals waar jullie je bier verkopen, daar moeten jullie toch eyecatchers nummer 1 zijn, zo ongeveer. En dan sta je met z'n tweeën daar achter de tap. Dat is zo, ja. Kijk, als je daar staat, zeg maar, wat ik overal heb als ik ergens binnenkom. Ja, er vallen gesprekken stil, mensen willen met me op de foto. In de hoek van de keuken staat het grote geheim. Hier experimenteert Rob met de smaak van het gerstennat. Van een hobby werd het serious business. Want Rob, Ed en die 2 vrienden hebben inmiddels 14 verschillende bieren op de markt gebracht. De eigenaar van de brouwerij vlakbij hem in de buurt is steeds bereid om in spare time hun brouwsel te produceren. En zo hebben ze dus hun eigen merk. Als de nieuwe Freddy Heineken test Rob hoogstpersoonlijk de smaak van elk biertje dat hij op de markt brengt. In coronatijd een matige, maar normaal gesproken een prettige bijverdienste. En voor minder florissante economische tijden zie ik hier al de oplossing. Ja, we hebben natuurlijk een spaarvarken, uiteraard. Op mijn maat ook, gewoon een flink spaarvarken. Want ja, als de crisis hoog is, ja, dan is die bij mij al heel erg hoog natuurlijk. Dan heet gewoon een klein geldverzamelplek. Ja, nieuwe auto, nieuwe wasmachine, het kan er allemaal van komen. Ja, whatever. Rob met schoenen, als gezegd 2,26 meter. En hij houdt zich met opvallend gemak staande in een wereld die eigenlijk niet op een dergelijke lengte berekend is. En dan word je toch nieuwsgierig naar wie de langste man ter wereld is. Die blijkt nog even bijna 28 centimeter langer dan onze grootheid uit Delft.
Want deze Sultan Kleuze uit Turkije meet 2,51 meter. Hiernaast de kleinste vrouw die er op dit moment op aarde rondloopt. De 26-jarige Indiase Jyoti Ange. Zij meet 62 centimeter. En net als Albert Kramer krijgt ook Kleuze's lengte nog meer cachet door het gezelschap van de prachtige Jyoti.